We zijn een groep millennials die in een loft wonen, een urban tribe eigenlijk. En Platonhof komt dus in deze ensenering echt het moderne leven binnengewandeld. Dat maakt denk ik deze bewerking tot een interessant vraagstuk. Wat heeft Platonhof ons nog te zeggen in deze tijd? En hoe gaat deze tijd het hem ervan afmaken? Eerst als je gaat over fysiek contact maken. Volgens mij is er een reden dat dit stuk de geschiedenis heeft overleefd. Of misschien wel Tsjechov als schrijver de geschiedenis heeft overleefd. En die reden zal ergens in het spectrum van universalisme liggen. Of thema's die raken aan dingen die misschien wel tijdloos zijn. Thema's als liefde of menselijk onvermogen. Smijt ze er gewoon uit! Nou, ik betaal die hypotheek toch niet alleen? Nou, wat ik wel leuk vind is dat Tsjechov heeft dit geschreven toen hij, ik denk, 21 was. Echt een jonge jongen. Dus ik vind het wel leuk om het dan naar nu te halen en onszelf als jonge mensen daartoe te verhouden. Ik vind in ieder geval het risico wat we daar meenemen heel erg tof. Om iets wat ik als heel universeel acht, zo'n klassieker, om de universele aspecten daarvan te behouden, zoals al die liefdesrelaties en vriendschappen en dat soort dingen. En te kijken in hoeverre je dat kan losrukken en dat helemaal naar het nu kan brengen. Dat vind ik wel een heel interessant onderzoek. Ja. En ik denk dat we daarmee misschien ook wel mensen die een hele klassieke Platonhof verwachten tegen de schenen schoppen. Maar ik vind het leuk om dat risico te nemen en het van ons te maken in die zin. We zijn heel vaak met z'n allen op de vloer. Het zijn 10 mensen die zich door elkaar heen bewegen. En met iedereen heb je een verhouding. Om daar heel specifiek in te zijn, dat wordt wel het spannende eraan. En ook om naar te kijken. Het is zoveel impulsen, ook echt deze tijd. Zoveel schermen, licht, drukte, reclames, noem maar op. Dat wordt wel een beetje de voorstelling, denk ik. Prikkels.